Ja, een hotwoning is eigenlijk een combinatie van slim bouwen en active house. En slim bouwen, dat is vooral een procesinnovatie. Een active house, dat heeft te maken met de kwaliteit van wonen. Ik ben er inhoudelijk bij betrokken en ik word straks ook de bewoner samen met mijn vrouw. Het loopt al een aantal jaren. En er zijn toch behoorlijk wat partijen geïnteresseerd om in deze manier van bouwen. Slim bouwen is een procesinnovatie die reageert op een traditionele manier van bouwen. Met name door installatietechniek te scheiden van het bouwkundige. En daardoor ben je in staat om een volgordelijk proces van een beperkt aantal stappen te realiseren. En active house, wat mij daar zeer in aanspreekt, is dat het niet vanuit de techniek komt, maar het gaat vanuit het denken, vanuit de comfort van de mens. De mens centraal. Ja, een active house vertrekt heel erg vanuit de gebruiker. En die vraagt licht, die vraagt uitzicht en die vraagt lucht, een fatsoenlijke binnenluchtkwaliteit. Nou, begin daarmee. Het zijn alle drie aspecten die op gespannen voet met energieverbruik staan. Maar toch is dat leidend. En van daaruit ga je dan vervolgens nadenken over hoe je dan toch tot een energie-neutrale of zelfs een energieleverende woning kunt komen. Meestal wordt dat gezien als een tegenhanger van passive house. Dat is niet waar. In feite zijn wij op zoek naar een bouwsysteem met weinig materialen. Dat zeer hoge warmteweerstand heeft, dus dat mijn transmissie naar buiten, mijn energielekken zo min mogelijk zijn. Waar je de praktijk tegenaan loopt is dat je tijdens het proces pas betrokken raakt. En daardoor kun je niet zoveel doen dan dat je zou kunnen als je helemaal vooraan in het traject instapt. En dat is ook de reden om in HOT het slim bouwen in de pure vorm uit te proberen. Dus dat is echt aan de voorkant in het voorbereidingsproces al helemaal alles daarop af te stemmen. Het wordt in een werkplaats gemaakt, dus het kan op de millimeter nauwkeurig. Er staan ook de juiste vakmensen staan daaraan te werken. Al het afval wordt ook verwerkt, gaat terug in de recyclingprocedure. Dus in feite zijn we alleen maar af, kant-en-klaar, prefab producten aan het versjouwen. En die moeten gemonteerd worden op de bouw. Als je dit soort bouwwerken aan gaat, dan moet je sowieso je ontwerp team op een goede manier selecteren. Een ontwerpteam is de architect, constructeur, bouwfysici, maar ook degene die heel dat klimaat gaan beheren. Dat is meer een engineering-achtig iets. En je moet de bedrijven erbij selecteren dat ze dat aankunnen. Ik heb net genoemd elektra en werktuigbouw, dat moet in één bedrijf zitten en moet ook samen werken. We hebben een beperkt bouwbudget en dan moet het binnenpassen. En in feite beheer ik dat. Of de markt er klaar voor is, ik denk het op dit moment niet. Want anders zou het al gebeuren, bij wijze van spreken. Maar het is ook van de andere kant niet zo dat dit futuristische technologie is. Want het is gewoon allemaal te koop in de markt. Het is alleen even aan het begin die extra investering. En naar mijn idee is dat ook iets wat de financieringswereld ook zou mee kunnen helpen oplossen. In feite zien wij dat de innovatief gedrag zit bij de leverancier, niet bij de hoofdaannemer. En die leveranciers die komen met een product en dat product moet geïntegreerd worden in heel het schema. En daar zit eigenlijk de problematiek. En dat is eigenlijk dat die engineering veel langer duurt als een normaal ontwerp. En dat geldt ook voor heel die kostenontwikkeling die erachteraan komt. Ja, er zijn wel een paar in het oog springende knelpunten. Eén knelpunt is onder andere dat de hele wijze van vergunningsverlening niet parallel loopt met zo'n slim bouwenproces. Het probleem denk ik bij het hele proces is dat wij eigenlijk gewend zijn in de bouw dat de ontwerpdiscipline iets voorschrijft. En dan moet je op anticiperen in techniek en prijs zo snel mogelijk. In feite vragen wij om mee te ontwikkelen. Dus nog een stap verder te zetten. En de meeste bedrijven moet ik daarop activeren. Ja. Het kost heel veel energie om die kennis vooraan te krijgen. Daarna herhalen gaat sneller, want dan heb je je team bij elkaar. En je hebt je pakket bij elkaar. En dan kan je gaan herhalen, kunnen we gaan stempelen. Ja, duurzaam bouwen, dat zal een succes worden. Naarmate de belangen of de oplossingen ook de belangen van de klant dienen. Innovatie kost gewoon altijd een x-aantal jaren. Is dat ja, tijd en geld. Dus dan wordt er druk geïnvesteerd, maar het wordt door de markt nog niet echt waargenomen. Ja, en dit heeft echt met een mentaliteitsverandering ook te maken. Dus dat vraagt ook heel veel van die markt.
Dus als je erin slaagt om te laten zien in dit project dat je met veel licht, lucht en zicht toch een aantrekkelijk concept kunt neerzetten dat ook energetisch klopt, dan heb je wel een hele sterke troef in handen die op zichzelf vertaalbaar is naar de markt. Het is geen straf duurzaam, het is gewoon een must.